Het lange wachten wordt beloond. Er komt een Jumbo-supermarkt van Corneef in het leegstaande nieuwbouwpand in Kwintsheul. Het gloednieuwe gebouw staat er nu een jaar, maar het vinden van een geschikte huurder bleek een moeilijke opgave. Tot nu dus. Kwintsheul kende jaren een Albert Heijn, maar die brandde begin 2012 tot de grond toe af. Een 12-jarig kind speelde op de bewuste zaterdagavond met lucifers, met alle gevolgen van dien. In december van dat jaar kwam er een tijdelijke super in het bankgebouw aan de overkant. Verse groenten, fruit, verse vlees, diepvriesproducten, brood. Dus dat hopen we ook binnen nu en 2 weken in orde te hebben. De super hield er na ruim 1,5 jaar mee op, vanwege een te lage klandizie. Sindsdien zijn Heulenaren aangewezen op andere dorpskernen. Ja, ik wil een paar boodschappen hebben en zij zou maandag pas dicht gaan en nu is die al dicht. En ik begreep er niks van. Maar ja, het is ook het enige wat je hier hebt natuurlijk, dus je moet hier wel even heen. Nou, dat vind ik heel erg. Ja, er is geen winkel waar mensen boodschappen kunnen doen, de pinautomaat is weg. De burgemeester heeft gezegd, ja, binnen een jaar hebben we een supermarkt. Nou, we zijn nu 5 jaar verder. We hebben nog niks. Meerdere keren roerde een deel van Kwintsheul zich. Het grootste protest was in februari dit jaar. En nog 1 keer, wij willen een supermarkt! Wij willen een supermarkt! Wij willen een supermarkt! Wij willen een supermarkt! Ontwikkelaar Corneef Rito Groep liet eerder al weten dat juist vele bezwaarschriften van omwonenden in de loop der jaren voor vertraging in de plannen hebben geleid. Medio mei gaat de supermarkt met pinautomaat in Kwintsheul open.